De Lifeguard Brigade Suriname heeft zondag de Lifeguard opleiding van dit jaar afgerond met het open water onderdeel in de Suriname rivier. Er zijn enkele reddingssimulaties uitgevoerd, zoals slachtoffers uit het water redden met en zonder hulpmiddelen. Traditiegetrouw start de brigade elk jaar haar opleiding in de grote vakantie. Jongeren hebben dan de gelegenheid om deze intensieve training te volgen. De opleiding is erkend door het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Volgens voorzitter Joël Roublal is het dit jaar met veel kunst en vliegwerk toch gelukt de opleiding te organiseren. Heren en vier dames, een redelijk groot aantal dames als u het mij vraagt. En zij gaan dus allemaal voor een diploma vandaag. Natuurlijk, jaarlijks hebben we onze opleiding. We proberen het in de grote vakantie te organiseren. Omdat we meer op zoek gaan naar jongeren die dus geïnteresseerd zijn om lifeguard te worden. Ben je goed te zwemmen? Wil je wat bijleren? Je leert natuurlijk hoe je iemands leven kan redden. Diverse aspecten daarvan. Straks gaat u ook zien dat ze hier bezig gaan zijn met CPR simulations en noemt u maar op. Als u iemand in het water heeft, uit het water heeft gehaald, moet u natuurlijk weten hoe u gaat handelen. Daarna, als er iets mocht mis zijn van de vitale functies bijvoorbeeld. Als hij niet mag ademen, mocht zijn hartslag zijn weggevallen of is hij niet bewust. Behalve dat er mensen worden getraind om voor de veiligheid nabij water te zorgen, vindt er ook een goede doorstroming plaats binnen de organisatie, zegt Roublal. Hij benadrukt dat er nog steeds een tekort is aan lifeguards in Suriname. Ja, zijn er genoeg reddingszwemmers in Suriname? Nee. Er zijn nooit genoeg. We hebben genoeg water in Suriname. En eigenlijk hebben we dus meer mensen nodig, zodat we alle plekken waar er een lifeguard nodig is, kunnen bemannen met iemand. Natuurlijk moeten ze als eerste de opleiding volgen. Over de opleiding gesproken, de opleiding duurt ongeveer 12 weken, 3 maanden. Het bestaat uit 2 delen eigenlijk. Het praktisch en een theoretisch gedeelte. Het praktisch gedeelte werken we af in het zwembad Wiekontring. En we hebben op deze locatie geoefend, dat is de SMS-pier bij de rivier. En ook bij het Torarika-pier hebben we in de rivier gesprongen dus. Aldus Joël Roublal, voorzitter van de Lifeguard Brigade Suriname. Zondag is de lifeguard opleiding afgerond met het open wateronderdeel in de Suriname rivier.